important. Nou, welkom bij het historische festival hier in Almelo. Wij hebben hier dit weekend een bivak opgeslagen. We gaan terug 200 jaar in de tijd. We spelen twee veldslachten na met kanonnen, geweren, cavalerie. Laden! Kanonnen! Laden! Zijn jullie de bad guys? Nee, wij zijn de goeie. Wij gaan Napoleon verslaan. Wij zijn afdeling King's German Artillery, dus van King George van Engeland. Een afdeling artilleristen. En wij hebben afgezwaaid van Napoleon. En we gaan nu tegen Napoleon terug. Fire! Fire! Ons bivak is open ter bezichtiging. 's Ochtends vanaf 11 uur, zowel zaterdag als zondag. Komt voorbij.
geniet terug in de tijd. Jullie? Bijzonder welkom aan onze zingende kapsters, die ons het verleden doen herleven. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind dit een buitengewoon prettig georganiseerde chaos van Bevrijdingsdag hier in Almelo op 5 april 2015. En dat was de droom die die Canadezen en andere geallieerde troepen hier op die dag ook kwamen brengen. Wethouder Brugink, houdt u van goochelen? Jazeker, ik hou van goochelen, ja. Ik was er vroeger niet zo goed in, maar ik vind het erg leuk om naar te kijken. Ja, want het is toch wel een enorme goocheltruc, hè? Zo'n 100.000 euro tevoorschijn toveren. Nou, of dat een goocheltruc is, dat laat ik aan anderen over. Nee, het is geen goocheltruc geweest. Wij denken dat het heel verantwoord is om dat te doen. We staan voor een grote opgave in onze binnenstad. Samen met het netwerk steden zijn we aan het zoeken van hoe kunnen we nou het beste die steden voor de toekomst vitaal krijgen en toekomstbestendig. We zullen meer moeten doen en ook meer moeten experimenteren. En daar is de pilot spontane binnenstad ook voor bedacht door de netwerkstad. Wat voor ideeën kunnen we nou met elkaar genereren uit die samenleving? En dat gaan we dus allemaal niet zelf bedenken als overheden. Spontaan, wat voor initiatieven komen er uit die steden? Bottom-up. Bottom-up inderdaad, om die Engelse term er maar eens in te gooien. En dat hebben we gedaan. Dat betekent dat in alle steden, Hengelo, Enschede, Almelo, maar ook Borne en Oldenzaal, er mogelijkheden zijn voor initiatiefnemers om na te denken hoe kunnen wij nou bijdragen aan die binnenstad. En dat levert heel veel diverse projecten op. Hier in Almelo kwam onder andere ook andere projecten, maar dit kwam ook op. Een initiatiefnemer zei, ik zie hier een geweldige kans voor Almelo. En in dat verhaal, daar hebben wij aangehoord, dat hebben we doordacht hebben gezegd van daar geloven wij in. Dat zou inderdaad iets heel moois kunnen zijn voor Almelo. Ja, want kijk, als ik zo als gewone Almeloer, die ook graag naar de havendagen ging, als ik nou hoor dat daar een 4.500 euro nou niet bij kon en er kan wel een 50.000 voor dit goochelaarsweekend, hoe zit dat nou eigenlijk? Dit is echt ander geld, hè? Dus dat is ook geld wat ook niet bij de havendagen had kunnen komen.
Dit geld is bestemd voor nieuwe evenementen, voor unieke evenementen. Zaken die nog niet eerder op de kaart stonden. Nou, dat is zo, hè, want Magica Almelo hadden we nog niet. Dus dat is hiervoor bedoeld. En de havendagen, maar ook andere evenementen, die krijgen uit andere potjes ook weer hun mogelijkheden om de evenementen draaiend te krijgen. Even kijken. Kijk of die bij jou past. Julia, mag ik u een hartelijk applaus voor Servus? Burgemeester Eurlings, ja, dat is de laatste keer waarschijnlijk dat ik u zo aanspreek, hè? Ik denk het wel. Vandaag is de laatste werkdag hier in dit prachtige stadhuis. En je hoort ook volop lawaai, er wordt heel hard gewerkt. Volgende week is die waterboulevard klaar. Moet die klaar zijn, hè? Ja, en dan hebben we ook een hele mooie stap gezet. Noem dat heel mooi, de rehabilitatie van die binnenstad. Dan wil ik toch even weten, u hebt de raad gekapiteld, hè, in uw één of laatste raadsvergadering. Ja, ja, was dat nodig? Nou, ik vind kapittelen niet het goede woord. Ik heb wel gezegd, en dat meen ik ook oprecht, dat de gemeenteraad in Almelo, en dat komt natuurlijk ook door de geschiedenis, daar ben ik me heel goed van bewust, in mijn ogen het heft in handen moet nemen waar het gaat om de inhoud, om het geven van richting. De raad is erg veel bezig met procedures, dat zijn maar zo, maar ik heb ze voorgehouden, en ik vind dat woord kapittelen dan niet helemaal goed, van kijk nou eens hoe je als gemeenteraad richting kunt geven aan die stad. Dat is veel belangrijker dan iedere keer maar kijken of procedures kloppen en dat soort dingen. Dat is een hartekreet. Ik vind het geen kapittelen. Ik zag ook een kop, die vond ik eigenlijk veel mooier. Ik zag een kop in de krant en zei dat ik gezegd heb, de raad doet zichzelf tekort. De raad doet zichzelf tekort. Maar soms is het ook, ja, voor burgers in Almelo een beetje een Babylonische spraakverwarring. Hè? Denkt u niet dat de kiesdrempel wat omhoog zou moeten? Nee, daar ligt het absoluut niet aan. Er wordt dan gezegd, ja, we hebben zoveel fracties. Dat is, want in Hoogveen zijn er ook 11, in een heleboel andere gemeenten zijn er ook 10. Daar zit het niet in. Het zit erin dat we een... En dan was het heeft een geschiedenis, en die begrijp ik ook. Te maken dat we erg gefocust zijn op procedure, op informatie, op vorm. Terwijl ik denk van gemeenteraad, zeg nou welke kant je op wil. Voor uw veiligheid, want in dit gebied waar we nu staan, komen straks heel veel kavaleristen langs. Dus het is voor uw veiligheid, bij de organisatie, niet de verantwoordelijkheid, dat wij afspraken zijn. Ook
voor de reenactors hier zo. Verzoeken wij u. Vanaf de horecat heeft gezien, geheel rechts ziet u de brancardiers. Zeker de paden daar niet van. Je moet je voorstellen dat... Zeker de paden daar dan. Nee, die zijn dat gewend, hè? Daar oefenen ze vaak. Ambulance eenheid. En daar komt ons Nederlandse woord ambulance ook nog. Is opgezet in de oorlog. Al de eerste gewonden zijn gevallen. Ik wou de Haarlemers daar een enorme eer hoog te houden. Een roemrijk regiment. Het is ook een eer om in het regiment deze sluit te hebben aan. Mevrouw Hermans, hoe lang bent u nu in Almelo? In december wordt het 6 jaar. Ja. En u stopt ermee? Ja, ik stop ermee in zoverre. Ik heb zijn majesteit gevraagd om... Of ik heb bij zijn majesteit aangegeven dat ik niet voor herbenoeming ga. Dus niet voor een tweede ambtstermijn in Almelo. En
En dat heeft hoop ik niks met politiek te maken? Nee, dat heeft helemaal niks met politiek te maken. Het heeft ook helemaal niets met Almelo te maken of met de mensen die er wonen of met de opgaven die er zijn. Het heeft wel alles met mij te maken en de gebeurtenissen in mijn leven het afgelopen jaar. Waardoor ik heb besloten om op zoek te gaan naar een andere balans in mijn leven. Dus ik heb gewoon even wat extra tijd nodig, ook om met wat afstand tot wat ik doe, mijn leven opnieuw in te richten. En Almelo is voor mij heel erg verbonden aan mijn man Frits en mij samen. En nadat hij is overleden, moet ik gewoon eventjes weer opnieuw een pad kiezen. Maar u blijft wel beschikbaar voor een eventuele bestuursfunctie? Ik blijf absoluut beschikbaar voor een bestuursfunctie. Ik heb ook vanavond in de raad gezegd dat mijn hart, mijn passie ligt in het openbaar bestuur. Dus dat ik daar ook in wil blijven werken. En voorlopig kan ik dat ook nog doen in Almelo, omdat de commissaris van de Koning heeft aangegeven dat ze mij wil benoemen tot waarnemer in de gemeente Almelo. Tot het moment dat er een nieuwe burgemeester is. Dan heeft de... Gefeliciteerd, Wessel. Dank je. Nou, vertel eens, wat heb je gepresteerd daar in Los Angeles? Ik heb voor het open water zwemmen ben ik uitgekomen en heb ik medailles gehaald. Ja. Goud, zilver en brons, hè? Ja. Ja. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have your way. How do you want to go to back a thing? I'm
capture the push up on it. Temperature rising to the next level. Dance floor packed as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of a rental. On the beach, in the park, whatever you wish. I'll take you to the candy shop. Oh. One, two, één. En start er maar. Dance till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I'm trying to make it back home by Monday morning. Heel goed jongens, ga zo door. We gaan eerst volgende gaan kijken waar de showbak is. Het roze team gaat zo naar de Lego Club. En ik moet zeggen, jullie waren allemaal hartstikke goed bezig. Ik heb jullie allemaal echt zien springen, rennen, vliegen, springen, opstaan. Strippenijs, bij groep 3 en 4, de Coole Boys and Girls. Applausje voor de Coole Boys and Girls. Waar ik nu, als ik hem aangestoken heb, wat voor gevolgen.